Hou jij van afwisselingen in je werk en spreekt dynamiek van immense zeeschepen en havens jou aan? Dan is het beroep van registerloods echt wat voor jou. De Nederlandse Loodsencorporatie verzorgt de opleiding tot registerloods. Brian Schillemans vertelt ons als eerste wat meer over dit dynamische beroep. Als registerloods ga je aan boord van de schepen en sta je naast de kapitein met je lokale kennis en je ervaring met verkeerssituaties en het manoeuvreren. Zorg je voor een veilige en vlotte afhandeling van de reis. En dit doen we 24 uur per dag, 7 dagen per week in weer en wind. Na het behalen van het diploma Master in Maritime Piloting kom je niet in vaste dienst, maar treed je toe tot een maatschap. Want elke registerloods is een zelfstandig beroepsuitoefenaar. Je begint als registerloods is op de kleinste schepen. En naarmate je ervaring groeit, kom je uiteindelijk op de grootste van 400 plus meter. Het leuke aan dit werk is dat het variabel is. Geen dag is hetzelfde. De type schepen, de weersomstandigheden, verschillende nationaliteiten aan boord. En daarnaast het werken met alle externe partijen in de haven, het havenbedrijf, de terminals, sleepboten en roeiers, maakt dat het werk heel erg leuk is. De eigenschappen die je moet hebben als loods is rust en professionaliteit uitstralen. Stressbestendig zijn en proactief handelen. Tijdens een reis het overzicht bewaren. Ik ben deze opleiding gaan doen omdat voor mij hier bij het loodswezen het eigenlijk allemaal samenkomt. Het varen, het navigeren, het manoeuvreren. Feitelijk gezien is het voor mij toch wel de reinste definitie van varen. Ik ben nu halverwege de opleiding, net over de helft. Afgelopen periode de 50% afgerond. En nu door naar de volgende fase binnen de opleiding. Het is een buitengewoon brede opleiding. Het is heel praktisch, het is ook theoretisch, dus alles komt bij elkaar. Eerst wordt er een echte theoriebasis gelegd en daarna ga je de praktijk in. Je gaat meevaren met loodsen. En eigenlijk is elke dag een avontuur. Je vertrekt 's ochtends en je weet eigenlijk 's avonds niet waar je eindigt en hoe je eindigt. En ja, je gaat met schepen mee, je gaat met loodsen mee, je gaat met allerlei verschillende transportmiddelen mee. Dus samengevat is het eigenlijk een grote jongensdroom.